Joshua Peeps! Wesley hier met een nieuwe video. En in deze video ga ik de Pokémon Team Tag Kanto Edition doen. Deze tag ga ik dus mijn 6 favoriete Kanto Pokémons selecteren die ik zou vangen als ik een Pokémon trainer zou zijn in de Kanto regio. Dus laten we beginnen. En op nummer 1 staat de blauwe vlam van Kanto. Mega Charizard X. Nou ja, eigenlijk is het gewoon Charizard, want Mega Charizard X is gewoon een mega evolutie, maar you get it. Mega Charizard X vind ik kei cool, want hij lijkt op een shiny Charizard. Voor de mensen die niet weten wat een shiny Pokémon is. Een shiny Pokémon is gewoon een Pokémon, maar dan veel zeldzamer, omdat hij een andere kleur heeft dan normaal. En die is ook natuurlijk kei cool. Shiny Charizard, een zwarte draak. Wie houdt daar nu niet van? Op nummer 2 staat de mascotte van Pokémon, waar iedereen zo hard van houdt. Pikachu! Ik hou van Pikachu, echt waar. Zijn Alola dubbelganger, vijandachtig iets, Mimikyu, vind ik ook super schattig. Dat is mijn favoriete Pokémon trouwens. Maar Pikachu is ook kei cool. Zijn 2 Z-moves uit de Alola games. Awesome. Op nummer 3 staat Meowth. Maar niet zomaar Meowth. Meowth van Team Rocket. Ik heb hier een Master Ball van AliExpress. En de levensdoel van die Pokéball is om die Meowth te vangen. Zeg nu zelf, een pratende Meowth. En Meowth van Team Rocket is ook kei schattig. Ja, hij is ook schattig, maar kei grappig. Ik vind hem helemaal awesome. Die wil ik echt graag hebben. Op nummer 4, dat Doan. Ik weet niet waarom ik Doan zo'n geweldige Pokémon vind. Hij is sterk, hij is schattig. En hij heeft dat leuke Doan, bang, bang, bang. Luidje. Hashtag als je het eerste seizoen van Pokémon nooit hebt gezien. Op nummer 5 staat Pink Butterfree. Voor de mensen die de eerste seizoen van Pokémon kennen, zoals ik, weten dat de Pink Butterfree het liefje is van Ash, zijn eerste Pokémon. Een gewone Butterfree. En ik vind hem zo ontzettend cute. Zeg nu zelf, een roze Butterfree. Kijk, schattig. En last but not least, Shiny Mew. Ik vind Mew de geweldigste Pokémon uit alle Pokémons. En hij is ook super sterk. Maar Shiny Mew is dan ook nog eens blauw. En blauw is mijn favoriete kleur. En Mew kan elke TM move en HM move. Dus technisch gezien, buiten alle speciale aanvallen die sommige Pokémons kunnen leren. Ja, die alleen voor een bepaalde soort Pokémons zijn. Kan hij in principe elke aanval leren. Want Mew heeft ook alle DNA van elke Pokémon in zich zitten. En nu heb ik bedacht om nog 30 andere Pokémons op te noemen die ik ook in de Kanto-regio zou vangen. En die dan in mijn box zouden staan. Voor de mensen die de Pokémon games spelen weten dat je in het Pokémon Center een PC hebt staan waar dat je andere Pokémons in kunt plaatsen. Maar niet zomaar op te noemen, ik ga ze namelijk rappen. En ik kan niet rappen, ik zeg het al maar vast, maar je weet, hashtag YOLO. Bulbasaur, Squirtle, Beedrill, Arbok, Nidoking, Ninetales, Vileplume, Persian, Psyduck, Arcanine, Bullywag, Alakazam, Victreebel, Golem, Ponyta, Shellder, and Haunter, Kingler, Exeggutor, Weezing, Horsey, Starmie, Mistermind, Magikarp, Ditto, Flareon, Aerodactyl, Snorlax, and Dragonair. Yeah! Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En vergeet niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. En vergeet ook niet om te subscriben. En dan zeg ik later en geniet van de outro. Doei!